De nieuwe MRI-scan bengelt boven de afdeling radiologie. Het toestel komt uit Duitsland en moet met een kraan tot in het ziekenhuis gehesen worden. Geen evidente klus, want zo'n toestel weegt al snel 7 ton. Uit veiligheid is de dienst radiologie een halve dag gesloten. Ah, naar links. Ik bedoel naar links, ja. Klein beetje. Eenmaal beneden zit het werk er nog niet op. Er komen wieltjes onder het toestel en met de nodige mankracht wordt alles op zijn plaats gezet. Nogmaals, schwung, 1, 2, hup! Nogmaals, schwung, 1, 2, hup! We moeten rondtasten. We moeten rubber. Het is puffen en zweten, maar na een uurtje staat de MRI goed. De nieuwe toestellen zijn accurater in het scannen en zorgen er ook voor dat de beeldkwaliteitsonderzoeken een hogere kwaliteit hebben om een betere diagnose te stellen. De sequenties, de metingen die lopen tijdens het onderzoek zijn ook veel stiller. Dit voor het comfort van de patiënt te verhogen. De buis van het toestel is ook veel korter, want als je als patiënt op een MRI terechtkomt, kan je soms wel eens last hebben van claustrofobie. Dus als die buis korter is, geeft dat toch wel een heel andere ervaring. Nu het toestel er staat, kan de installatie beginnen. Binnen 4 weken kan de eerste patiënt hier op onderzoek komen. En dan zal het er ongeveer zo uitzien. Ook deze MRI-scan is nieuw, maar wordt al sinds november gebruikt. Om het comfort van de patiënt te verbeteren, is er ook geïnvesteerd in beeldschermen. Die kunnen aangezet worden tijdens het MRI-onderzoek, zodat als patiënten op de onderzoekstafel liggen tijdens het onderzoek, eigenlijk naar filmpjes kunnen kijken. En we hebben gezien dat dat vooral voor kindjes heel comfortabel is. Ze kunnen dan zelf een filmpje kiezen via YouTube, maar ook volwassenen maken daar echt wel gretig gebruik van. Zeker als je een half uur tot soms 2 uur op het toestel ligt en je hebt geen tijdsbesef, dan is dat wel een aangename verwelkoming. De 2 nieuwe MRI-scans kosten het UZ Gent 4 miljoen euro. Een derde toestel kreeg een upgrade van 800.000 euro.